Het is nacht. De stad is in diepe rust. Maar plotseling is iedereen klaarwakker. Klaarwakker voor elektrische energie. We gaan van start. Voordat we met elektrische energie beginnen, eerst met een energiesoort die je al kent, namelijk de zwaarte-energie. Je ziet hier een voorwerp die zich op een bepaalde hoogte boven de grond bevindt. Dat betekent dus dat hij zwaarte-energie heeft. Waarom zwaarte-energie? Omdat hij zich in een veld bevindt. Niet een elektrisch veld, maar in een zwaartekrachtveld. En het zwaartekrachtveld op aarde hier, dat is homogeen. Homogeen, wat betekent dat ook alweer? Dat betekent dat hij overal dezelfde richting heeft, overal loodrecht naar beneden. En overal is je even groot. Althans, als je niet te veel hoogteverschillen hebt, dan mogen we veronderstellen dat hij overal even groot is. Hoe groot is het zwaartekrachtveld? We nemen even aan dat het zwaartekrachtveld gelijk is aan G. De valversnelling G is niet helemaal zo, maar het werkt wel prettig. Goed, het voorwerp zit dus in het veld en dat betekent dat er een kracht op werkt. Niet een elektrische kracht in ieder geval natuurlijk, maar de zwaartekracht. Zwaartekracht MKG. En vanwege de zwaartekracht zal het voorwerp gaan bewegen totdat hij op de grond komt. En een kracht en een beweging, een verplaatsing, dat betekent dat er een arbeid op wordt verricht. En de arbeid is kracht maal verplaatsing. W is F keer S. Dus de arbeid is kracht M keer G, verplaatsing delta H. Maar die M keer G delta H, dat is ook hetzelfde als een verandering in zwaarte-energie. Namelijk, ja, hij heeft in het begin op een bepaalde hoogte een bepaalde energie. Hij verliest hoogte, dat betekent dus dat hij ook zwaarte-energie verliest. En het verschil in die twee energieën is gelijk aan de arbeid verricht door zwaartekracht. Nou, waar hangt die verandering van zwaarte-energie nu vanaf? Nou, M keer G keer delta H. Dus het hangt af van de massa van het voorwerp. Het hangt af van de sterkte van het veld. En het hangt af van de verplaatsing die het voorwerp doet. Dus dat is eventjes voor de zwaarte-energie. M keer G keer H. Nu gaan we hetzelfde doen, maar nu met elektrische energie. We hebben weer een voorwerp. Nu niet met een massa M, althans, dat doet er hier niet toe, maar de lading doet er hier toe. De lading Q en de eenheid van Q van lading is de coulomb, hoofdletter C. Dit voorwerp bevindt zich nu in een elektrisch veld. Ook hier weer homogeen en de sterkte van het elektrisch veld, die noemen we E, hoofdletter E. Het voorwerp beweegt zich van A naar B over een bepaalde afstand, delta S. En waarom beweegt het zich? Omdat op die lading er een kracht werkt. Een elektrische kracht. En de elektrische kracht is Q keer E. Ik hoop dat je ziet dat het een overeenkomst heeft met de zwaartekracht. Zwaartekracht was M keer G. Ja, en hier is het Q keer E. Goed, je hebt een kracht, je hebt een voorwerp. Dus het voorwerp gaat bewegen over een bepaalde afstand. En dat betekent dus kracht, afstand. Er is een arbeid. En de arbeid is dus F keer S. F, Q en E. En S, delta S. Let ook hier weer op met overeenkomst met M keer G keer H. Dus ook hier arbeid is gelijk aan verlies aan elektrische energie. Oftewel, wat is hier de elektrische energie? Elektrische energie in A en B, nou, het verschil daartussen moet dus wezen Q keer E keer delta S. Oftewel, belangrijk, elektrische energie, waar is het aan gelijk? Die is gelijk aan Q maal E keer delta S. Waarbij Q de lading is van het deeltje in coulomb. E is de sterkte van het elektrisch veld. En delta S is de afstand die het deeltje heeft afgelegd. Dus je kunt nu de energie berekenen
die een deeltje heeft in een elektrisch veld, net zoals je de energie van een voorwerp kunt berekenen die zich ergens boven de aarde bevindt. Het zijn twee, hoewel verschillende dingen, maar wel dingen die overeenkomen met elkaar. We pakken de uitdrukking voor elektrische energie even apart. We gaan het iets anders schrijven. We gaan het links en rechts delen door Q, door de lading. Dan kun je zeggen van, waarom ga je het hier delen door Q? Nou, je krijgt hier nu de energie gedeeld door lading. Dat betekent dus dat je de energie krijgt per coulomb. En de energie per coulomb, dat wordt genoemd de elektrische spanning. Dat heb je al een keer eerder gehad bij elektriciteit. Maar dit is nu de officiële definitie voor elektrische spanning. De elektrische spanning tussen twee punten A en B. Wat is dat nu eigenlijk? Dat is de energie die vrijkomt als je één lading van één coulomb van A naar B laat gaan. Of, ja, als je de andere kant op gaat, moet je juist energie inpompen. Nou, ik hoop dat je nog weet wat het symbool voor elektrische spanning is. Die heb je gehad, dat is de hoofdletter U. De formule voor elektrische spanning, dus puur zoals die gedefinieerd is, dat is dus energie gedeeld door lading. E gedeeld door Q. En je ziet hierboven, dat is eigenlijk hetzelfde als E maal delta S. Je moet hier wel goed oppassen dat je hier hebt je hoofdletter E en daar heb je hoofdletter E. Dat zijn natuurlijk niet twee dezelfde dingen. Dit hier is energie, elektrische energie, en dat staat er ook bij. En dit hier is de grootte van het elektrisch veld. En dat zijn twee verschillende dingen. Als er je een E hebt zonder dat er iets bij staat, dan is het elektrisch veld. En als je een E hebt waar iets bij staat, dus in dit geval hier EL, dus elektrische energie, maar ja, je had hier ook bijvoorbeeld ZW, zwaarte-energie kunnen krijgen, of wat dan ook. He, maar dan is dus energie. Let er dus goed op. He. Hoofdletter E met iets erbij, energie. Hoofdletter E zonder iets erbij, elektrisch veld. Goed, de eenheid van spanning. Ja, je hebt altijd volt gehad, maar volt, dat is dus eigenlijk een vermomming voor joules per coulomb. Ja, elektrische energie per ladingseenheid. Dus, stel je voor, je hebt hier een batterij, ja, 1,5 volt. Dat betekent dus dat als ik hier 1 coulomb lading van plus naar min laat stromen, ja, van plus naar min, 1 coulomb lading, dan komt er vrij 1,5 joule aan energie. Want dat is hoe spanning gedefinieerd is. 1,5 volt betekent 1,5 joules per coulomb die vrijkomt. En gaat over energie, dan kun je ook even afvragen van, ja, leuk en aardig, maar waar is dan energie nul? Nou, we kijken even naar de spanning van die batterij. 1,5 volt, dat betekent dus dat je zegt van, onder is 0 volt en boven is 1,5 volt. Maar voor cel geldt, had je kunnen zeggen van, het verschil moet 1,5 wezen, dus zo heb ik ook 1,5 verschil. Of je kunt ook zeggen van, boven is 200 volt en onder is 198,5 volt. Het gaat om het verschil. Afspraak is, als je iets geaard hebt, dan is het 0 volt. Ja, dat is gewoon de afspraak. Anders zou je nooit kunnen zeggen van waar is het 0 volt en dus waar is de elektrische energie 0 joule. Tijd om even te oefenen. Je ziet hier een batterij, 1,5 volt, dus je weet het spanningsverschil. En we laten een proton van de bovenkant naar de onderkant gaan. Gevraagd wordt, hoeveel energie gaat er verloren als de proton van boven naar onder gaat? B. Met welke snelheid komt hij dan onderaan? En C. Stel je voor, boven en onderkant zijn twee keer zo ver van elkaar verwijderd. Wat gebeurt er dan met de snelheid waar hij mee aankomt? Druk eerst eens pauze om eerst onderdeel A eens uit te vogelen.
Oké, we gaan even kijken hoe je het zou moeten oplossen. Spanning is energie per ladingseenheid. En die energie, die moeten we kennen. Dus E elektrisch, die wordt gevraagd. Nou, elektrisch is dus hier gelijk aan U keer Q. Spanning keer lading. De spanning is anderhalf. En Q is de lading van een proton. En de lading van een proton is even groot als die van een elektron, alleen dan positief. Dus het is anderhalf keer de lading van een elektron is min 1,6 keer 10 tot de macht min 19 coulomb. En dan zie je dus dat de energie die vrijkomt ontzettend laag is. 2,4 keer 10 tot de macht min 19 joule. En dat is gebruikelijk. He, in deze wereld van protonen, elektronen en dergelijke, ja, werkt men met hele lage spanningen. En betekent dus dat de energiegroottes ook laag zijn. Althans, in onze beleving. In de beleving van elektron en proton is dit een behoorlijk grote hoeveelheid energie. Om hier makkelijk mee te kunnen werken, gebruikt men vaak een andere energieeenheid. Namelijk de elektronvolt. En 1 elektronvolt is gelijk aan 1,6 keer 10 tot de macht min 19 joule. En dat is handig gekozen, want wat wordt dan de energie van ons proton hier? Nou, anderhalf elektronvolt, ja, is anderhalf keer die 1,6 keer 10 tot de macht min 19 joule. Oftewel in dit voorbeeld is de elektrische energie die verloren gaat gelijk aan anderhalf elektronvolt. Goed. We gaan even naar onderdeel B. Met welke snelheid wordt de onderste draad getroffen? Nou, denk aan de zwaarte-energie. Ja. De zwaarte-energie neemt af, de snelheid neemt toe. En dat is dus hier ook zo. Hè, de afname van de elektrische energie in ieder geval wordt dus gebruikt voor de toename van de kinetische energie, voor de snelheid. Oftewel, als je dit in formulevorm zou invullen, dan krijg je dus dat de verandering van elektrische energie is gelijk aan de verandering van kinetische energie. Ja, invullen geeft dus de verandering van elektrische energie. Die hebben we zo net berekend, 2,4 keer 10 tot de macht min 19. Let op dat je in gebruik met andere formules wel altijd de officiële eenheid moet doen. Dus je moet dit wel in joules invullen. En verandering van kinetische energie, omdat je bij 0 meter per seconde begon, is dus de verandering gelijk aan half keer m keer v kwadraat. Moet je natuurlijk wel nog de massa van proton weten. Nou, massa van proton, waar kun je dat vinden? Natuurlijk in Binas. Ja, Binas, tabel 7 en dan B. En daar staan alle massa's gegeven van de deeltjes die je in een atoom kunt voorkomen. En dan zie je dus, let op, hè, voor kilogram moet je deze kolom hebben. Nou, en een proton heeft dan een massa van 1, nou hier staat het, let op, keer 10 tot de macht min 27 kilogram. Vergeet dat er niet bij te doen. Dus ik vul voor de massa in de waarde die in binnen staat. En dan kun je dus hier v berekenen. En je krijgt dan dat de snelheid is, althans, tussenstapje v kwadraat. En natuurlijk is dan de wortel daaruit, de snelheid. En dan zie je dus dat de snelheid behoorlijk oploopt. 1,7 keer 10 tot de macht 4 meter per seconde. Oftewel, 17 kilometer per seconde is de snelheid van het proton als hij hieronder aankomt. Blijft nog over onder de C. Wat gebeurt er met de snelheid als die afstand wordt verdubbeld? Nou, hoe hebben we de snelheid berekend? Dat is dus met deze uitdrukking. Dat de verandering van elektrische energie gelijk is aan de verandering van kinetische energie. En waar is dit dan de snelheid afhankelijk van? Nou, de elektrische energie, dat is afhankelijk van het spanningsverschil en van de lading. En die kinetische energie, half mv kwadraat, daar zit dus dan massa in. Maar van deze drie dingen verandert niks
Als je de afstand verdubbelt, dat betekent dus dat de snelheid gelijk blijft. Dat is eenvoudig. Goed. Een belangrijke toepassing voor dit alles is de röntgenbuis. Een röntgenbuis bestaat uit een buis, een vacuümbuis, met twee polen, een minpool en een pluspool. Bij de minpool hier is een klein gloeidraadje. Een gloeidraadje dat gaat dusdanig gloeien dat er elektronen vrijkomen. De elektronen die worden aangetrokken door de positieve pool. En de spanning is in de orde van meer dan tientallen kilovolts. Betekent dus dat de elektronen een gigantische snelheid krijgen als ze hier aankomen. Ze botsen tegen de positieve pool aan. Dat betekent dus dat de snelheid van gigantisch hoog in één keer naar nul gaat. En de energie die daar dan vrijkomt, die komt vrij in de vorm van röntgenstraling. En dat wordt dus gebruikt in de medische beeldvorming. Een zeer belangrijke toepassing. En zo'n röntgenbuis, ja, hier zie je een röntgenbuis zoals je in het echt eruit ziet. Een andere belangrijke toepassing is de lineaire deeltjesversneller. Lineaire deeltjesversneller is iets anders dan de deeltjesversneller in Genève. In Genève heb je een deeltjesversneller die cirkelvormig is, maar je hebt ook deeltjesversneller die lijnvormig zijn, in één lijn liggen, en dat is de lineaire deeltjesversneller. Lineaire deeltjesversneller bestaat uit verschillende segmenten en ieder segment is afwisselend positief en negatief geladen. En die segmenten die zijn verbonden aan een wisselspanning. Betekent dus dat plus en min iedere keer omwisselen in iedere keer hetzelfde tempo. Plus, min, plus, min. Dus plus, min wisselt iedere keer in een vaste volgorde, in een vaste tijd om van polariteit. Nou, hoe gaat het nou? Stel je voor, je hebt een elektron. Het elektron die bevindt zich hier, hè, met weinig tot geen beginsnelheid. En je ziet hier een positief iets. Nou, een negatief elektron wordt aangetrokken door positief iets. Dus het elektron gaat die kant op. Het elektron bevindt zich dan in een positieve geleider. Maar in een geleider is zelf geen elektrisch veld aanwezig. Dus het elektron wat erin is gegaan, die behoudt hier nog wel snelheid, maar hij weet niet wat er hier om hem heen gebeurt. Hij heeft hier gewoon constante snelheid, geen elektrisch veld. Wat gebeurt er nou? Stiekem wordt plus en min omgewisseld. En als plus en min omgewisseld wordt en het elektron die komt er aan de rechterkant weer uit, dan ziet hij plotseling dus voor zich weer een positief iets, achter zich een negatief iets. Oftewel, hij zal dus hier door de negatieve pool worden afgestoten en door de positieve pool worden aangetrokken. Dus in dit stukje hier versnelt hij weer. En dan zit hij weer hier in de geleider. Hij weet niet meer wat er om hem heen gebeurt. Hij gaat hier weer met een constante snelheid verder, totdat hij er weer uitkomt. En als hij eruit komt, dan is plus en min weer omgewisseld. Oftewel, daar gaat hij weer verder versnellen. Weer worden nu plus en min omgewisseld. Hij komt eruit en wordt weer verder versneld. Weer worden plus en min omgewisseld. En jawel, weer versneld totdat je op het eind, ja, waar plus en min weer omgewisseld zijn, eruit komt met een behoorlijke snelheid. De lineaire deeltjesversneller. Hier zie je de lineaire deeltjesversneller in het echt. Een behoorlijk apparaat zoals je ziet. Goed. Dit is het. Hier moet je voorlopig mee doen. Tot ziens.